Een spannende dag op het musicalkamp. Vandaag gaan de coaches bekendmaken wie de vrouwelijke hoofdrol zal spelen. Ik ben echt benieuwd wat ze gaan beslissen. Waarover? Jeetje, over de rol van Imani natuurlijk. Ja, sorry. Daar was ik niet mee bezig, maar ik denk toch dat ik niet zoveel kans maak. Ik was meer bezig met meester Daaf en Sanne en dat ons plan om hen te koppelen nog niet echt gelukt is. Ik zei maar niet dat ik daar vooral van baalde, omdat er tussen mij en Liam nu ook niets gebeurt. Als in, ik word nu ook niet verliefd op hem. Zo balen. Daar heb je wel gelijk in. Maar die meester Daaf is zo giga druk de hele tijd. Die gast heeft helemaal geen tijd om verliefd te worden. Ja, maar als je echt verliefd bent, dan maak je daar toch tijd voor. En bovendien, ik denk dat één moment tussen die twee al genoeg is. Want de crush is er al. Er moet alleen nog even wat gedaan worden. Dus het is genoeg om juf Sanne op te sluiten in de wc en die zich dan door meester Daaf laat bevrijden. Nou, ik kan wat meer romantische plekjes bedenken in het huis dan de wc. Ja, ik ben het nu al een beetje zat. Je kaakt de hele tijd mijn ideeën af. Als je een diner voor twee wil, dan gaat het moeilijk, want ik kan niet koken. Maar een ontbijtje lukt toch wel? Hoezo? Nou, in dat geval kunnen we ook een ontbijtje voor ze maken morgenochtend. Maar dan moeten we wel vet vroeg opstaan. Ja, dat vind ik niet zo erg. Jij wel dan? Ik heb eigenlijk echt een hekel aan vroeg opstaan. Maar Puk was zo enthousiast dat ik daar me niet moeilijk over heb gedaan. Oké, het had leuk geweest als Liam dit zelf had bedacht. Maar goed, het gaat erom dat we morgen samen in de keuken staan. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan bakt. Letterlijk. Dit is groep 8 van de Eenhoornschool uit Woerden. De klas gaat op musicalkamp om hun eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Wanneer ga jij en Maurice bekendmaken wie de rol van Imani krijgt? Na deze repetitie gaan Maurice en ik een knoop doorhakken. Dus jullie hebben nog één kans om je van je beste kant te laten zien. Puk, jou wil ik even horen natuurlijk. En Sally. Wauw, Imke, wat zie je er mooi uit. Kom jij maar hier staan. Wil je het ook nog een keer proberen? Kom maar. En Rosalie, jij mag daar. Maurice, wil jij de muziek aanzetten? Elke morgen als ik wakker word, voel ik de stralen die de zon uitstoort, warm op mijn gezicht. Sally? Een nieuwe melodie kruipt onder mijn huid. Kom op. Inspiratie moet eruit, dit is waar ik voor leef. Let me sing, let me sing you a song. Straight. Durf ons aan te kijken. So it can be wrong. Let me sing. Let me sing tonight. And I'll tell you, the future is looking bright. Whoa, whoa. Let me sing, let me sing. En dan is het moment daar. Wie krijgt de meisjeshoofdrol? Het was geen makkelijk besluit, want de twee meiden tussen wie het ging hebben echt allebei hun eigen kwaliteiten. Die hebben we tegen elkaar afgewogen en daaruit kwam toch de conclusie dat één van de twee net iets beter bij de rol past dan de ander. Dan hebben ze dus voor mij gekozen. Dat lijkt me duidelijk, toch? Dus, de hoofdrol van Imani gaat naar Rosalie. Vredesnaam nou op. Zoals ik al zei, het was geen makkelijke keuze. Ik vind het echt belachelijk. Ik zou die hoofdrol moeten krijgen. Luister, Sally, ik heb geen zin in een discussie. Ik snap dat dit moeilijk voor je is, maar daar zul je ook mee moeten leren omgaan. Teleurstelling hoort erbij. Sally. Nou, kom op, Sally. Ja, dat was te verwachten. Ja. Hey. Snap jij het nou? Ik niet. Ik snap er helemaal niks van. Waarom heeft iedereen wat tegen mij? Het lijkt wel alsof ze gewoon vinden dat ik al populair genoeg ben. Het lijkt inderdaad wel... Een complot. Als je mij en Rosalie naast elkaar zet, dan zie je toch wel wie de echte ster is en wie de wannabe. Rosalie is best aardig en zo. En ze zingt ook zeker niet slecht. Maar die star quality om uit te groeien tot een nieuwe Ariana Grande, dat heeft ze echt totaal niet. En dan zegt Maurice dat ik moet leren omgaan met teleurstelling. Hoe rot ik het ook voor je vind, het lijkt er niet op alsof je er nog iets aan kunt veranderen. En dus? Dus moet je het misschien maar zo snel mogelijk vergeten. Er zijn nog wel veel andere rollen. Al zou ik dat willen, dan heb ik toevallig wel 35.241 volgers die ik gezworen heb er met de hoofdrol van door te gaan. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik heb niet eens de rol van Lizzie gekregen. Ze bedoelt het vast goed, maar het lijkt soms serieus of dat kind uit een ei komt.
Ik snap dat dat het extra moeilijk voor je maakt. Maar je moet niet vergeten dat je zelf kan bedenken hoe je het nieuws naar buiten brengt. Wat probeer je nu te zeggen? Nou, je kan best tegenover je fans doen alsof je opgelucht bent dat je de hoofdrol niet hebt. Dat het je te gek had geleken, maar dat je nu tenminste weer meer tijd hebt om video's te maken. En je kan er zelfs nog aan toevoegen dat je de afgelopen repetities expres minder je best hebt gedaan. Je wilde die hoofdrol zelf niet eens meer. Zo had ik het eigenlijk niet bekeken. En dan doen wij gewoon samen een video van Ik ben een teenager. Zo'n leuk idee. Laten we meteen beginnen. Ik ben de enige die haar echt begrijpt, denk ik. En ik heb het gevoel dat ze dat ook bij mij heeft. Zo fijn als we met z'n tweetjes zijn. Wacht, is het niet stom als ik dezelfde trui aan heb als op de vorige video? Nee joh, dat zijn mijn kijkers echt wel lang weer vergeten. Een truitje stopt daaraan toe, maar ik ga niet al mijn kleding aan haar uitlenen. Het had me zo leuk geleken weer eens iets anders van Sally aan te hebben. Niet dat ik niet blij ben met dit truitje, maar haar andere kleding is ook zo cool. Ik snap dat ik veel van jullie teleurstel. Maar ik heb tijdens de repetitie gemerkt dat mijn hart net zoveel bij influence ligt als bij zingen en dansen. Ik heb niet letterlijk tegen Maurice en Sanne verteld dat ik die hoofdrol niet meer wil. Maar ik heb me vanaf dat moment wel veel minder hard ingezet. In de hoop dat ze de rol aan iemand anders zullen geven. En het is gebeurd, opgelucht dus. En om dat te vieren ga ik samen met Imke Ik ben een teenager zingen. Oké, zet hem maar aan. Ja. We zeggen oh. Ik kijk graag 's avonds laat nog tv. En de volgende dag lekker slapen tot 2. Werken dat komt later wel, mijn leven is fun. Ja, de wereld aan mijn voeten, er is niets wat niet kan. Sally had het zelf niet door, maar ze filmde mij de hele tijd maar voor de helft. Ik heb het maar zo gelaten, want mijn zingen ging best oké. Puk is super vroeg opgestaan. Maar waar blijft Liam? Want ze zouden toch samen een ontbijtje maken voor meester Daaf en Sanne. Ja, waar blijf je nou? Het is al 7:10. Ik zit er al 10 minuten op je te wachten. Die gast lag gewoon nog te slapen. Als ik niet had gebeld, had ik dat hele ontbijtje in mijn eentje moeten fixen. Lekker dan. Ik had echt mijn wekker gezet. Ik moet er doorheen geslapen zijn. Ik ga het echt helemaal goed maken, ik zweer het. Oké dan. Hij zag er zo schattig uit met zijn haar door de war. Echt, ik haat het dat ik dan niet boos op hem kan blijven. Je gaat toch niet serieus meester Daaf en Sanne koekjes en chips als ontbijt geven? Hoezo niet? Ik heb meester Daaf al een keer 's avonds betrapt. Toen hij vet flink chips zat te snaaien. En juf Sanne houdt van deze koekjes. Ja, dat is allemaal wel leuk voor een filmavondje, maar toch niet als ontbijt? Dan ga ik gebakken worst bakken met spek en ui. Dan ga je van stinken, dus dat lijkt me ook niet zo'n goed idee, want dat is niet echt bepaald romantisch. Als je het allemaal zo goed weet, dan regel je zelf maar wat. En een gebakken eitje dan? Op een geroostere boterham? Bijvoorbeeld. Misschien kunnen we dan uitsnijden in de vorm van een hartje. Ja, dat gaan we doen. Weet je wat het is met Liam? Hij is eigenlijk best romantisch. Hij vindt het alleen niet cool om toe te geven. Dat snap ik nu. Heb je al leuke reacties onder die video? Nee, ik heb hem nog niet geüpload. Oh, vond je hem toch niet leuk? Jawel, maar als mijn volgers hem kunnen zien, dan kan mijn moeder hem ook zien. Dat is natuurlijk wel wat minder. En ik denk echt niet dat ze het leuk vindt. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Wat naar van je moeder. Ik help je weg. Ik kom ik even in mijn eentje aan hoor. Laat zien, laat smik! Nou, als je wil dat meester Daaf zo binnenkomt, moet je vooral zoveel lawaai maken. Relax, het was maar een spelletje. En je pakt haar veel te hardhandig aan. Dat viel best wel mee, toch? Ik ben geen softie hoor. Het was stom. Ik weet het. Maar ik kon het gewoon niet tegenhouden. Als ik het nou gewoon bij Cato of zo had gedaan, dan had ik vast niet zo boos gereageerd. Maar ik had gewoon het gevoel dat ik Sally moest beschermen. Ik vind het gewoon niet chill dat Sally zo op Mick afging. Of ze nou weet dat ik hem leuk vind of niet, ze moet sowieso van hem afblijven. Nou, als jullie vlinders niet gaan fladderen, dan weet ik het ook niet meer. Ik vond het zo lief dat hij dat zei. Eigenlijk best raar. Soms kan ik hem echt niet uitstaan. En soms vind ik hem juist de leukste jongen die er is. Schenk jij de sapjes nog even in? Dan ga ik ze alvast halen. Nou, dat zou ik niet doen. Ik denk dat het veel romantischer is als Sanne denkt dat het van Daaf komt. En andersom Daaf dat ook van Sanne denkt. Daar heb je wel gelijk in. Maar hoe wil je dat aanpakken? Laat dat maar aan mij over. Wat heeft de corvée-lijst er nou mee te maken dat meester Daaf en Sanne hier komen ontbijten? Het lijkt wel alsof Puk weer langzaamaan verliefd wordt op Liam.
Samen sluipen ze door de gang om meester Daaf en Sanne te verrassen. Doe jij me vast onder de deur van Sanne, dan schrijf ik het voor Daaf. Volgens mij is het die deur. Volgens mij niet hoor. Ik weet het niet hè. 100% deze keer. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes. Zie je wel? Ze hebben ons helemaal niet nodig om samen een momentje te hebben. Dat regelen ze zo te zien zelf wel. Ja, maar nu hebben we ons ontbijtje ook voor niks gemaakt. Dan even toch lekker zelf op. Oh ja, goed idee. Misschien is het wel helemaal niet zo'n ramp dat we nu niks meer voor meester Daaf en Sanne kunnen doen. Misschien is het wel meant to be dat Liam en ik nu dat ontbijtje gaan eten. Samen. Wat doen jullie nou? We hadden trek. En dorst. Ja, dat zal best, maar dit is ons ontbijt. Serieus? Maar houdt er dan naambordjes bij gezellig hoor. Je wist donders goed dat dit ontbijt niet voor jullie was. Dus dit is hoe dan ook super aso. Relax, we houden wel wat voor jullie over. Oh, gaan we aan die video werken? Is goed. Ja. Zie ik het nou goed? Of heeft Sally alweer ingeraald? Sorry, ik vind het gewoon stom om te zien hoe ze met je omgaat. Ja, ik vind dit ook stom. Dan moet je dat echt tegen Sally zeggen. Dat heb ik al eerder gezegd, maar het is dus duidelijk dat Imke daar niks mee heeft gedaan. Ja, maar ik wil niet dat ze boos op me wordt. Na de vakantie gaan we naar dezelfde middelbare school en het is echt niet fijn om dan ruzie te hebben. Maar ze heeft helemaal geen recht om boos op je te zijn. En stel dat ze boos zou zijn, dan zou dat dus laten zien dat ze niet goed voor je is. Hoe zou zij vriendinnen willen zijn met iemand die super gemeen tegen je is? Ik zie ook wel dat Sally niet altijd aardig is, maar meestal begrijp ik het wel. Dus dan kan ik niet echt boos zijn. Imke baalt ervan dat Sally haar nu opeens negeert en alleen maar met Mick bezig is. Wacht even, ik wil je wat laten zien. Ik heb net echt een superleuke TikTok-video opgenomen met Mick. Nu even niet. Wacht wel even. Ja, heel leuk. Ik denk dat het voor mij verstandiger is om voorlopig uit Sally's buurt te blijven. Wat wel lastig is als je naar dezelfde middelbare gaat. Maar misschien kan ik daar nog wel iets op verzinnen. Ik vond Imke altijd al een raar meisje. Maar nu dacht ik eigenlijk, ze is wel oké. Maar kennelijk is ze nog steeds zo raar. Lekker bezig. Oh, meneer Daaf, mag ik u even wat vragen? Dat ligt aan waar het over gaat, maar... Ja. Nou, ik vroeg me af, kan ik nog van middelbare school veranderen? Dat hangt er vanaf. Kijk, als je een goede reden hebt, dan wel. Heb je die? Nee. Ik wil niet tegen meester Daaf zeggen dat ik niet naar dezelfde school als Sally wil. Niet dat ik Sally niet aardig vind, integendeel. Ik vind haar zelfs meer dan leuk. Terwijl ze heel vaak niet eens aardig tegen me is. Dat is toch stom? Misschien voelt het wel zo als je verliefd op iemand bent. Maar hoe weet ik nou of ik verliefd ben? De volgende keer in de eindmusical. Mag ik even bij je komen zitten? Ik moet je iets zeggen. Ik vroeg me af of verliefd worden op iemand die net is als jezelf anders is dan als hetero's verliefd worden. Ben jij verliefd op een meisje? Wat is je probleem nou precies? Jij bent het probleem! Je verziekt dit hele kamp voor iedereen!